Hier is Hilversum 1, De Tros. Ken uw klassieken. Een wedstrijd per telefoon waarbij u componisten dient te herkennen en een platenbon kunt winnen. Ja, daar zijn we hier dan weer met het bekende programma. En dan laten we eerst even de opgave van vanmorgen horen, luisteraars. Ja, zo. En nou eens kijken of mevrouw Lodewijks in Amsterdam op de Beethovenstraat nummer 5 thuis is. Zo. Met mevrouw Lodewijks? Goedemorgen, mevrouw. U kent ons spelletje. Het gaat erom dat u de componist raadt en de titel van het werk. En als u het dan goed heeft, krijgt u een mooie plaat van ons. De 5e symfonie van Ludwig van Beethoven. Oh, wat fijn. Ja, daar hou ik juist heel erg van. Nou, dan maar goed uw best doen, mevrouw. Ja. Zou ik nog even een stukje mogen horen? Ja, natuurlijk, mevrouw. Daar gaan we dan. Zo, alles natuurlijk. En mevrouw Lodewijks, wat denkt u ervan? Ja, wat denk ik ervan? Ja, het klinkt wel bekend, hè? Ja, dat zou ik menen, mevrouw. Ja, ja. Heet het stukje soms Exception? Nee, dat mag ik niet goed rekenen. Nee. Ik zal u een heel klein beetje helpen, mevrouw Lodewijks. Woont u boven? Ach, wat heet boven. Uitstekend, mevrouw Beethoven. Dat heeft u vast gedaan. Oh ja? Ja. Nu alleen de naam van het werk nog maar, hè? Zeg, mevrouw Lodewijks, u hebt ons geschreven dat u 5 kinderen hebt. En dat ze allemaal de deur uit zijn. Behalve de 5e. De 5e, heel goed nu. Nou, u hebt het nu bijna helemaal, mevrouw, hè? De 5e. Nou komt er alleen nog maar een klein woordje achter, hè? Ja, zou ik het stukje misschien nog 1 keer mogen horen? Nou, heel even dan. U weet toch zeker dat het bekend is, hè? Oh, zeker, mevrouw, ja. De 5e van Beethoven. Het gaat alleen nog om dat woordje, hè? Dat dat achter de 5e hoort. Ja, ik zoek het al. Doe er lang over, hè? Nou, schreef niks voor. Ja, maar het is zo simpel ook niet. Geweldig symfonie van Beethoven, u bent erachter. Nou, dan mag ik u wel feliciteren, mevrouw.